Mijn naam is Marcel Hensema en ik vind het ontzettend leuk dat jullie mij hebben genomineerd voor Groningen van het jaar 2014. Dankjewel. En de Appingedamse grachten. Marcel Hensema was al een hele bekende acteur in Nederland toen hij vorig jaar in de provincie doorbrak met Mijn Ede. Die doorbraak leverde hem vorig jaar al een nominatie op. Dit jaar kwam daar ook nog eens de populaire tv-serie Hollands Hoop bij. En weer werd Marcel genomineerd. Wordt het al een sleur? Nee, ik vind het hartstikke leuk. En ik vind het gewoon zo mooi dat je met een toneelstuk die waardering kunt krijgen dat mensen je daarvoor nomineren. Dat is hartstikke leuk. En ik bedoel, dat is bijzonder. Een acteur maakt dat ook niet zo vaak mee, denk ik, hè? Dit nee, soort dingen. Nee. Meestal zijn prijzen natuurlijk of Gouden Kalf of toneelprijzen. Maar dit is gewoon echt een prijs van het publiek. En het is ontzettend leuk om te merken dat die voorstelling mensen op een bepaalde manier geraakt heeft. Dat ze zeggen, nou, we stemmen even voor Hensema. Maar dat vind ik hartstikke mooi. Komt er nog een vervolg eigenlijk? We zijn nu bezig met mijn tweede. Kijk, Mijn Ede, dat was een soort ode aan mijn jeugd. Hè, in de jaren 80, Hoge Zand. En ik heb natuurlijk heel veel met die voorstelling getoerd. Van huiskamers tot schouwburen, boeren, schuren, tenten. Van alles. En heel vaak kwamen mensen naar mij toe met hun eigen verhaal naar de voorstelling. En toen dachten we, daar moet ik een voorstelling over maken. En dus de nieuwe voorstelling, dat wordt een voorstelling met allemaal verhalen van mensen uit de provincie over het Groningen van hier en nu. Nu speel jij in films en tv-series overal. En opeens ben je dan hier weer in 050. Hoe is het in Groningen te zijn? Nou ja, dat komt natuurlijk door Mijn Ede. En ik vind het ontzettend leuk om hier weer veel te zijn. Ik bedoel, ik zie mijn familie regelmatig. En het is toch een soort thuis, Groningen voor mij. Hoor je Groningen van het jaar? Ik heb geen idee. En eerlijk gezegd, ik zou het hartstikke leuk vinden. Maar die nominatie, dat is gewoon al de waardering. En dat meen ik echt serieus. Dat vind ik heel bijzonder dat met een toneelstuk kan.